onze manier van samenwerken met die drie partners in gezamenlijkheid. Mm-hmm. Waarbij je merkte dat alle drie de partijen heel graag dat prototype gerealiseerd wilden zien. Mm-hmm. Dus vanuit die gezamenlijke ambitie opereren, dat heel erg heeft bijgedragen aan het succes van zo'n project. We hebben eigenlijk binnen heel korte tijd van een schetsontwerp uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp en dat gerealiseerd. En nou, ik heb bijvoorbeeld gezien dat we bij partijen elkaar hebben geholpen op wat je misschien traditioneel de ander zijn rol zou vinden, zeg maar. Ja, ja, ja. En nu help je elkaar. Elkaar goed aanvullen en de dingen die je elkaar niet snapt of weet. Ja, dus enerzijds heeft ieder zijn eigen rol, maar anderzijds kun je elkaar ook heel erg aanvullen. En ook in zo'n circulaire economie, mm-hmm. als straks misschien nog wel weer een andere partij dan waar we nu mee hebben gewerkt, dit element wil gaan gebruiken voor het volgende viaduct, mm-hmm. ja, dan moet je ook op de juiste manier weten samen te werken om dan dat element toe te passen. Want anders dan zeg je, ja, ik vertrouw dat niet, want dat is van hem of haar. Ja. Dus juist die samenwerking vind ik ook wel echt een belangrijk element om nog te benadrukken hoeveel impact dat heeft om zo'n innovatie richting circulaire economie te versnellen. Ja, en dat stelt bij mij eigenlijk nog wel een vraag op. Hoe zit het eigenlijk met het eigenaarschap? Op het moment dat het naar nieuwe partijen gaat, is er dan... Van wie is het? Ja. Hoe wordt daarmee omgegaan? Is daar al... Nou, dat is typisch een vraag van nog een heleboel vragen rondom zoiets. Zeg maar. Maar we hebben er nu met het prototype nog voor gekozen om het zo af te spreken dat het prototype na afloop van bouwen, monitoren, demonteren, eigendom wordt van Rijkswaterstaat. Mm-hmm. Dus als we straks het project afronden, dan is het prototype van Rijkswaterstaat. Mm-hmm. Maar ook al in die open leeromgeving die ik noemde, mm-hmm. Daar wordt bijvoorbeeld dan nagedacht van welke andere businessmodellen. En dan heb je bijvoorbeeld misschien wel een bridge as a service, bij wijze van spreken. Ja, bridge as a service, die vind ik wel mooi. Ja, dus daar wordt dan nagedacht van, heb je andere modellen nodig om die circulaire economie ook verder te stimuleren. Ja. Dus het prototype wordt nog van Rijkswaterstaat, maar wordt zeker al nagedacht over hoe je ook daarmee... Heb je ook wel al gedacht hoe leuk die afkorting is? Baas. Baas, ja. Dat is wel een mooie. Ja.